Ja, gekscherend heeft ooit wel eens een goede vriend van mij met crisishopper genoemd. Omdat ik natuurlijk volledig, kan ik gewoon stellen, onderuit ben gegaan in de bankencrisis 10 jaar geleden. Een mooi bedrijf, vastgoedportefeuille. In 2 jaar tijd was Hugo alles kwijt en ridder te voet. Zoveel spanning en stress in je leven gaat ook zijn wissel trekken op je relatie, op je huwelijk. Dus het heeft uiteindelijk geresulteerd in een echtscheiding ook. Maar goed. En een burn-out. En een burn-out, ja. Dat ligt achter hem. Maar nu de coronacrisis. Ik voel me net zo hulpeloos eigenlijk als in de eerste crisis. Omdat er geen... Je kunt gaan hozen. En zorgen dat het water weer uit het schip gaat. Maar het loopt er net zo hard weer in. Dus het is heel moeilijk. Paniek en stress liggen op de loer. En die paniek die komt natuurlijk als je te lang doorgaat. En je hebt te weinig armslag. Je geld raakt op. Dus je moet voor die tijd om hulp vragen bij de juiste instanties. En de moed die daarvoor nodig is, is niet te onderschatten. Want je moet jezelf ook wel kwetsbaar maken en met je billen bloot. Veel ondernemers zijn er niet snel geneigd toe. Want dan moet je dus ook gaan zeggen dat het niet zo goed gaat met je bedrijf. En dat is voor veel ondernemers een drempel. Want schaamte speelt een grote rol. Dat stigma van, hij zal wel geen goed ondernemer zijn. Of hij zal wel een groot deel aan zichzelf te wijten hebben. Of de verkeerde investeringen gedaan. Dat geeft ook weer schaamte, weet je wel. En daar moeten we vanaf, joh. Het is gewoon voor iedereen nu wel helder dat COVID het bedrijfsleven treft en heel zwaar. En dat niemand daar iets aan kan doen.